Ik wil je niet leren je gedachten te beheersen, maar je leren te voorkomen dat ze jou beheersen. 1. Onze moderne wereld We leven in een welvaartsmaatschappij, in tijden van ongekende vrijheid, mogelijkheden en luxe. Vanwege het feit dat jij dit boek kunt lezen, neem ik voor het gemak even aan dat jij niet in een derde wereldland leeft en je niet druk hoeft te maken of je vandaag iets te eten binnenkrijgt. Lucky you. Lang leven de vooruitgang. Of toch niet? Ondanks het feit dat onze moderne wereld ons meer comfort dan ooit biedt en kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen, zijn we gemiddeld genomen ongelukkiger, ontevredener en gestrester dan ooit. Al deze vooruitgang heeft ons leven namelijk ook enorm druk en hectisch gemaakt. Het is lastig bewust aanwezig te blijven in onze moderne wereld, omdat we onszelf vaak die ruimte niet geven. We zijn continu in de weer met smartphones, sociale media, e-mail en allerlei andere technologische snufjes. Je moet maar eens opletten hoeveel mensen om je heen alleen maar naar dat kleine schermpje staren. We hebben het eigenlijk altijd druk en werken elke dag een to-do-lijst af. Werk, gezin, sport, sociale afspraken en familieverplichtingen. De schaarse momenten dat we even tijd over hebben, pakken we onze telefoon erbij. Wanneer we auto rijden, doen we dit vaak op de automatische piloot, zonder er met ons hoofd echt bij te zijn. En als we thuis komen, gaat de televisie weer aan of we zijn online tot we gaan slapen. Dagen gaan voorbij zonder ook maar een minuut mentale rust. We zorgen beter voor de batterij van onze telefoon dan voor onszelf. Gevolg: we voelen ons regelmatig geleefd en ons hoofd zit overvol. Eigenlijk niet heel vreemd. Of wel? Iedereen wil gelukkig zijn. Maar niet iedereen weet geluk te vinden. Geluk wordt tegenwoordig zo vaak op de markt gebracht als een doel op zich. Koop X en je bent gelukkig, of leer Y en je bent gelukkig. Hierdoor zijn we geluk gaan verwarren met plezier. Iets wat ontstaat in ons brein, daarover later meer, maar waarop de commercie uitermate slim inspeelt. Seks, gokken, auto's, feestjes, boodschappen thuis laten bezorgen, flatscreens. Populariteit en ongezond eten. Het plezier ervan is groot, maar dat betekent nog niet dat het geluk is. Plezier hangt samen met geluk, maar veroorzaakt het niet. Vraag een alcoholist maar eens hoe gelukkig het plezier van drank maakt. Plezier ja, geluk nee. Plezier is voorhanden en daarom het makkelijkste na te streven. Maar gaan we ons erop fixeren, dan verdooft het ons alleen maar en leidt het af van echt geluk. Plezier is nodig, maar is niet voldoende. Onderzoek toont aan dat mensen die materialistische en oppervlakkige genoegens nastreven, angstiger, emotioneel onstabieler en minder gelukkig zijn op de lange termijn. Ook verwachten we vaak dat we gelukkiger of minder gelukkig worden wanneer we stappen vooruit of juist achteruit maken in het leven. Daniel Gilbert, een Amerikaans psycholoog, onderzocht dit en stelde juist dat mensen gemiddeld even gelukkig of ongelukkig zijn. Of hun situatie nu voor of achteruit gaat, Ik kwam erop neer dat bijna alles went. Of iemand nu de loterij won of verlamd raakte, na een jaar was hij of zij ongeveer even ongelukkig als voor die hele positieve of negatieve gebeurtenis. Uit vele onderzoeken blijkt: alles behalve echte armoede, interpersoonlijke conflicten, geluidsoverlast ah, dat verklaart die bloedbonje die we altijd hebben met de buren en pijn blijkt te wennen. En zelfs geld maakt niet gelukkig. Dit effect wordt de hedonistische tredmolen genoemd. Een theorie over geluk die stelt dat je gelukkiger wordt van meer prettige gevoelens, baren het niet dat dit geluksgevoel maar kortdurend is. Om deze reden heeft iemand met een hedonistische levensstijl iets weg van een hamster in een tredmolen. Je moet steeds meer geld verdienen en leuke dingen doen om gelukkig te blijven. Net zoals de hamster moet blijven rennen om de molen te laten draaien. Is de eerste keer businessclass vliegen onder het genot van de KLM huischampagne nog bijzonder? Al snel wordt het de normale gang van zaken. En wil je exclusieve champagne drinken in je eigen privéjet? Sommige mensen houden dit patroon wellicht lang vol, maar het is een fragiele basis voor geluk. Er hoeft maar weinig tegenslag te zijn en er wordt al te weinig geld verdiend om het geluk in stand te houden. Het enige moment waarop we gelukkig worden van geld is als het bijdraagt aan het vervullen van onze basisbehoeften. Zoals onderdak, voedsel en kleding. Dus nee, ook geld maakt niet gelukkig. Al zouden velen dat natuurlijk graag aan den lijven ondervinden. Oké, okay, als we geluk ook niet kunnen kopen, hoe krijgen we het dan? Er is een methode die we onszelf kunnen aanleren, waardoor we blijer en gelukkiger worden in ons dagelijks leven. Ik zal om dit uit te leggen niet uitgebreid de wetenschap aanhalen, ondanks het feit dat ik mijn uitspraken daar wel vaak op baseer. Ik wil niet dat je je verliest in de taaie stof van het waarom en de feiten. Daar zijn al genoeg andere boeken voor. Ik wil juist een praktische vertaalslag bieden. Het hoe dan. Want dat is nu net zo lastig. En dat hoe dan is ook juist wat zo belangrijk is. Want geluk is namelijk niet passief, maar actief. Net zoals je geen spierballen kunt kweken door er simpelweg over te lezen, kun je ook niet gelukkig worden door er alles over te weten. Je wordt pas gelukkig door het te doen. Het enige wat nodig is, is dat je de basisbeginselen weet van hoe je brein werkt. Net zoals je moet weten hoe je telefoon werkt. Ik heb geen verstand van de software op mijn telefoon, maar ik weet hoe ik hem op moet laden, aan- of uit moet zetten of er iemand mee moet bellen. Met een beetje basiskennis gebruik ik mijn telefoon precies waarvoor ik hem nodig heb en graag wil gebruiken. Voor je brein geldt hetzelfde: ken de belangrijkste functies, gebruik ze in je voordeel en heb er een leven lang plezier van. 2. De evolutie van ons brein. Ons brein is ontwikkeld om te overleven. En daardoor is het totaal niet geïnteresseerd in je gelukkig maken, maar louter in jouw behoede voor existentieel gevaar. Lees: zorgen dat je niet doodgaat aan domme of minder domme dingen. Misschien herken je dat wel: dat je je druk maakt over die reorganisatie op je werk, het feit dat je die presentatie moet geven, dat je piekert over je gezondheid. Over of je ooit nog de liefde van je leven tegen gaat komen? Die rimpel op je voorhoofd? Perfect. Je brein werkt precies zoals het moet. Op deze piekermomenten is je interne alarmsysteem actief. Vroeger, toen jouw overovergroot opa nog in een lederen tanga over de steppen rende, was deze zogenaamde vechtvluchtreactie verdomd handig. Het zorgde voor een acute stressreactie, waardoor hij bij een confrontatie met een leeuw niet dacht: aardig beestje even aaien, maar Rennen. En nog belangrijker, dat zijn lichaam ook echt klaar was om te gaan rennen. Het systeem zorgt er onder andere voor dat je bloed sneller gaat pompen, je ademhaling omhoog gaat en je een hyperfocus krijgt, gemaakt om jouw bedreigende situaties te laten overleven door te vechten of te vluchten. Het is trouwens ook dat eeuwenoude systeem waardoor velen van ons nog steeds bang zijn voor bloed, grote hoogtes en kleine ruimtes. Want vroeger betekende dit al snel iets wat te maken had met de dood. Vandaag de dag zijn die gevaren er steeds minder. Het systeem doet nog prima dienst wanneer jij tijdens het oversteken toch snel achteruit deinst, wanneer er een auto voorbij komt scheuren. Maar het slaat ook regelmatig op hol in situaties die wat minder bedreigend zijn. Zoals die langpoot in de hoek van je slaapkamer, die in de verste verte niet zo gevaarlijk is als die giftige spin die je opa vroeger moest trotseren. Of het bloed dat wordt geprikt bij de dokter waarvan je echt niet het loodje gaat leggen, maar waardoor soms wel paniek ontstaat die daaraan doet denken. Een gebrek aan likes op een foto kan tegenwoordig ook bij veel mensen dat stresssysteem aanzetten. Terwijl het op geen enkel niveau bedreigend is. Oké, okay, misschien voor je ego. En zo activeren we nu ons stresssysteem door een legio rare situaties die totaal niet meer levensbedreigend zijn. Ja. Zelfs door rimpels op een voorhoofd. Evolutionair gezien is het trouwens ook niet handig een brein te hebben dat gemaakt is voor geluk. Altijd gelukkige mensen zouden geen drive hebben om zich voor te planten of te gaan jagen. Want gelukkig voelen ze zich toch al. En ook een depressief brein zou geen schijn van kans maken. Het zou geen motivatie hebben om ook maar iets te bereiken. En daarom is ons brein geprogrammeerd om ergens rond het midden te zweven. In het Ik voel me oké okay gebied. Niet super happy, niet heel ongelukkig, maar gewoon prima. Het is gemaakt om existentiële problemen te voorkomen, zoals niet doodgaan door verhongering, bedreiging of gebrek aan voortplanting. Tot zover, missie geslaagd. Van alle levende wezens op aarde is het brein van mensen het verst doorontwikkeld. We hebben daardoor de plek aan de top van de voedselketen weder te claimen. En het feit dat je daardoor net wat minder snel wordt opgegeten door een ander soort, is natuurlijk fantastisch. Maar het brengt ook andere uitdagingen met zich mee. Verder luisteren? Ga naar storytel.com.